Oké, meneer. Nou, we hebben het rondje net gelopen. Ik heb alles een beetje bekeken. En het ziet er prima uit. Ja, ik heb ook mijn best voor gedaan. Maar zoals ik het net al heb gezegd, die brandblussers, die zijn nou inmiddels zo'n 5 jaar oud. Ja, zijn inmiddels 5 jaar oud. Dan moet je even luisteren. Ja. Ik heb hier alles aan gedaan. Je hebt het gezien. Ik probeer het hier op orde te krijgen. Ja. Ja. En als het nu over die brandblussers gaat, en dan gaat daar het verhaal over. En dan ga ik daar een gezeik over krijgen. Begin ik het echt aardig zat te worden. Ja. Ik heb al gezeik van de buren en al. En dan kom jij vandaag ook nog even. Hè? Mm-hmm. Ook nog even daarover zeiken. Mm. Ja? Ja, ja, dan kan je kijken. Ja. Als je nou weet. Ja. Ik heb heel het jaar. Ik hier sappelen zeg maar. Geld verdienen. Om de boeien draaiende te houden. En dan kom jij me vertellen over die brandblussers. En weet je wat dat kost hier zo, man? Nee, ik begrijp het. Nee, je begrijpt je. Pleurt op, man. Pleurt op, joh, met die gekkigheid. Ik kom hier bij alle bedrijven hier in de regio. De laatste maanden hoor ik niet anders. Dus ik begrijp werkelijk waar het over heeft. Ja, dat is ook zo. En dan zijn jij wat verrotten. Ja. Dat heb ik zeker. Je hebt trouwens je centje wel. Ja, en ik probeer hier met alle macht de boel draaien te houden. Mondjes die gegeten. Mijn vrouw, mijn kinderen die ook... er moet allemaal voor gezorgd worden. Dan kan ik het niet bij gebruiken. Ik heb helemaal begrip voor de situatie. Ja, ja, wat heb ik dan aan? Ik moet eigenlijk mijn portemonnee weer trekken. Klopt. En dat is niet zozeer voor mij, want voor mij doet u het niet. Maar op het moment dat hier de boel in de fik gaat... Ja, maar dat weet ik toch. Ik ben toch niet achterlijk? En trouwens, ik denk heus wel dat als ze dat doen, moet ik er even eentje van de muur halen. En volgend jaar, hoe ziet u dat? Ja, volgend jaar. Kijk, ik moet blijven draaien. Op zich hoeft het nou niet onmiddellijk. Dat doen we niet vandaag. Nee, het hoeft niet op stel en sprong. Kijk, het moet wel gebeuren. We kunnen daar gewoon even een termijn voor afspreken. Wanneer zou het voor u beter uitkomen? Maar het is wel uw eigen belang dat er zo meteen toch wel gekeurd is. Zullen we er even voor gaan zitten? Wacht even. Als ik je nou goed hoor, dan het hoeft niet allemaal vandaag gelijk. Absoluut niet. Oké, want daar kreeg ik het een beetje benauwd van.